vorig jaar was het, voelde ik me veel meer underdog. Ik loop hier rond de hele dag en ik had er niet echt bij stilgestaan. En er zijn zoveel mensen die Mary Poppins hebben gezien. En er zijn sommigen zeggen, ah joh, die win je wel. Of van, ah ja, je bent wel favoriet. En op een of andere manier geeft dat helemaal geen prettige gevoel. Dus ik, ja, en ik bedoel, die anderen zijn natuurlijk geweldig, echt geweldig. Dus ik, ja, en gewoon twee keer achter elkaar voor deze categorie is op je 27ste. Het is echt, ik dacht, dat kan niet, dat bestaat niet. Maar dat, ik zei, alles kan als jij het laat gebeuren. En dat is echt waar. Gewoon altijd knokken gewoon. Knokken, knokken, knokken. Is dit droomrol? Nou, ik zei dat vorig jaar van Footloose, maar toen was ik met Footloose bezig en nu ben ik met dit bezig en nu is dit mijn droomrol. Ik kan alles laten zien van wat ik in de afgelopen, nou, vanaf kleins af aan met mijn moeder aan de hand heb geleerd. De Gene Kelly films, de Fred Astaire films, Bert is natuurlijk, Dick Van Dyke is, die heeft dat elegante en dat teppen en dat heb ik van zo jong af aan al gedaan. Dus ik vond het zo gaaf dat ik dat weer mocht terugpakken. En ja, deze rol is zo compleet, dus het, ja, ik vind het wel echt een droomrol, ja, absoluut. Waar ga je hem nou zitten? Naast de handen. Ja, Vera Mann zei ooit, dan heb je in ieder geval boekensteun voor allebei de kanten van je boeken. Nou, dat vind ik het meer de moeite waard dan dat, want ik vind het echt een hele bijzondere prijs. Dus zij gaat op een mooie plek staan, ja. En straks als je met Noor samen gaat wonen. Samen wonen? Ja, nou, ik bedoel, hoeveel hebben jullie er dan? Dan hebben we er nu 3. Maar ja, eigenlijk had ze natuurlijk 2 beeldjes mee moeten krijgen vanavond, begreep ik. Want ik weet nou niet voor welke productie ze hem nou uiteindelijk gewonnen heeft. Maar voor alle 2? Voor alle 2, dus eigenlijk zou zij 2 beeldjes, dan hebben we er 4. Maar we hebben er nu 3 samen. Yes! Zo, die is eruit.